We zouden ze de allerbeste satirische onderzoeksjournalisten van de Lage Landen kunnen noemen. En misschien ook wel de enige trouwens. De makers van het Vlaamse tv-programma Basta hadden België de afgelopen maanden in een houtgreep. Telefoonaanbieder Mobistar, de belspelletjes Sabam, de Vlaamse buurman Stemra en de Nigeriaanse internetfraudeurs. Allemaal gingen ze hard onderuit toen de jongens van Basta een streek met ze uithaalden. Humor with a cause. De mannen zijn hier. Lieven Schijren, Jonas Geirnaert en Jelle de Beulen. Welkom. En dan moet ik zeggen dat Koen de Poorter, die er zeker bij hoort, want jullie zijn een kwartet, die is op dit moment ziek. Ja. We beginnen natuurlijk bij waar wij jullie van leerden kennen, namelijk Mobistar. Die container die vlak voor de hoofdingang van die telefoonaanbieder werd neergezet, die stond dus nadrukkelijk in de weg. En daar begon de ellende. Wie van jullie drieën heeft dat bedacht? Er is altijd één geestelijk vader en de rest vult aan. Komt een beetje collectief altijd, ja. Komt een beetje collectief, maar het woord container heb ik wel gezegd. Toen zei Jonas, we gaan erin kruipen. En zo komt het altijd een beetje samen. En ik noem jullie satirische onderzoeksjournalisten. Jullie stellen echt iets aan de kaak. Het leidt ook tot kamervragen in België. Maar wat is nou het eerste doel? We maken lol met elkaar of we willen echt iets aan de kaak stellen? Het mag heel hard iets aan de kaak stellen als het ook maar lollig is. Andersom mag het niet. Als het alleen maar ernstig aan de kaak stellen is, dan steken we het niet in ons Dan laten programma. We dat aan de journalistiek over. Ja. Jonas, we kennen jou. Je bent een keer eerder bij ons aan tafel gezeten. Ja. Maken van Kabouter Wesley. Ja, dus God. Ja. Dus wat? Dus God. Is dat dus God? Ja, de Kabouter Wesley is het beste wat er sinds Monty Python op absurdistisch gebied is verschenen. Zo hé. Hopsakee. Wist ik zelf niet. Ja, nou, de dolfijn uit Kabouter Wesley is... Leg even uit, want nu ziet niemand Kabouter Wesley. Hier hadden we niet op gerekend op deze zijstraat, maar wel leuk. Ja. Wat is de dolfijn uit Kabouter Wesley? Oh, de dolfijn uit Kabouter Wesley... ja, god, ik kan hem nu niet reproduceren. De stem zit naast je. Oh, ah. Is dat de stem? Oh, dus ja. Maar jongens, dan hebben we twee. We hebben Kabouter Wesley, de stem, en de dolfijn. Een klein stukje. Stemmen. Alle stemmen behalve Wesley. Ja, en dan meteen weer terug naar jullie, hoor. Maar... Even, als ik in de put zit, ga ik dat echt kijken. Maar ik wil eerst Kabouter Wesley horen schreeuwen. Mag dat? Ja, heel graag. Oh nee, daar is een dolfijn. Wat zou die te vertellen hebben? Kabouter Wesley, er is een schip met weeskinderen gezonken. Nou, dit heb ik dus... Ik weet niet, als je... Dankjewel, Claudia. Als je kinderen krijgt, je kunt dit boven een aankleedkussen gerust een half uur doen. En ook kinderen van twee vinden dat echt een giller. Okay. Jongens, we gaan kijken naar Mobistar. De truc, natuurlijk heel veel ernstig verkort. We hebben hier geloof ik wel 10 minuten lol met jullie gemaakt door het uit te zenden. Nu even kort de actie. Goedemorgen bij Bureau Containers met Wim. Waarmee kan ik je helpen, alsjeblieft? Goedemorgen, Mathieu van Security Mobistar. Ik ben blij omdat wij hier een container voor de ingang staan hebben van bij jullie. Kunt u eventjes aan de lijn blijven, alsjeblieft? Ik verdiep u graag door, hoor. Sorry, hoor. Bureau Containers met Bart. Heb ik u daar juist aan de lijn gehad, Mathieu van Security Mobistar? Van? Hallo? Al onze operatoren zijn momenteel in gesprek. Vermalen? Ja, goedendag. Met Mathieu van Security Mobistar. Goeiedag. Je weet over het probleem? Ah, u werd doorverbonden, ik weet het niet, nee. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Jongens, we gaan snel terug door naar iets wat wij nog niet zo goed kennen. Het kalfje Willy. Leg even één van jullie kort uit wat hier wat je aan de kaak stelt, maar wat ook de grote grap is. We hadden een barbecue aangekondigd. De mensen konden zich inschrijven. Heel veel mensen hebben dat gedaan, hebben vlees besteld, koteletjes. En toen de volgende week zeiden we, jongens, we hebben een manier gevonden om het vlees iets goedkoper te houden. We gaan Willy opeten. Dit is kalfje Willy. Eventjes voorgesteld en dan gezegd van, kom, hij moet dood voor ons, maar laat ons er samen nog een mooie dag mee beleven. Zijn we mee gaan huppelen door een dorp, een voetbalwedstrijd mee gespeeld enzovoort. Jullie hebben Willy verwend voordat hij geslacht zou worden. Ja, en toen plots mocht het niet meer. Fantastisch. Ja. En dat heeft alle kranten gehaald. Dat was echt in de laatste show. Iedereen had het erover, moet Willy geslacht worden of niet, want de mensen hadden geen zin meer in die barbecue. Er werd ook gezocht door de pers, dus er werd een boerderij in afgebeld. Staat Willy bij jullie? Wie is dat kalf? Wie drijft hem? Nou ja, uiteindelijk zullen we het verklappen of zullen we gewoon gaan kijken? We kunnen volgens mij gewoon gaan kijken, want jullie besloten Willy te sparen. Ja. Maar toen dachten de mensen die inmiddels rustig aan tafel zaten, goh, daar zijn we vanaf. Ja. En toen gebeurde het volgende. Maar eerst even de hele actie en affaire met Willy. Dit is kalfje Willy. Vrijdag wordt hij geslacht. Daarom hebben we een onvergetelijke dag bezocht. Kranten besteden hele pagina's aan onze vierpotige vriend. Hoe moet het nu verder? Wij gaan de mogelijkheid geven om te stemmen. Ja, of Willy geslacht wordt of niet. Dames en heren. En de winnaar is... Willy! De barbecue is volop bezig. Het is plezant. Ja, het is gezellig. Misschien is een filmpje tonen.
Nu, er wordt natuurlijk wel vlees gegeten zaterdag en dat moet ergens vandaan komen. Dit is kalfke Barabbas. Wij gaan straks kalfke Barabbas slachten. Nu, hoe gebeurt dat? Je krijgt een stalen pin door je schattig koppeke gejaagd. Ja, en dan zit je volledig buiten bewustzijn. En dan wordt je levend gekeeld, het bloed wordt opgevangen, je vel wordt volledig gestroopt en van uw lichaam maken wij stukken vlees. Juist. Geweldig. Ja. Waren de slagers boos? Nee, de slagers waren... De slachthuizen waren zeer doordacht in de reactie. Eigenlijk is aandacht voor het mooie werk. Ja, nee, het was heel raar, want en de vegetariërs waren blij en de slagers en de kalverhouders waren blij. Dus het was heel bizar. Niemand was kwaad. Oké, dan gaan we door naar de laatste stunt. En daar zijn jullie mee afgesloten, want het seizoen zit erop. Dat zijn van die internetfraudeurs. In jullie geval een Nigeriaan. En die biedt dan op internet via spam allemaal goud aan. Of die doet aanbiedingen die eigenlijk helemaal niet kunnen. Daar komt het eigenlijk kort gezegd op neer. En jullie dachten, die zullen we eens even te grazen nemen. Het blijkt zo dat je kan die mannen heel, heel lang aan het lijntje houden. En zolang ze uitzicht hebben op geld, van ja, ze gaan eindelijk betalen, kan je ze van alles laten doen. En uiteindelijk hebben we heel hard met die mensen hun voeten gespeeld en hebben we dat samengebracht in een soort stunt waarin we zeiden van ja, het is zo leuk, we gaan onszelf een paar voorwaarden opleggen waaraan de stunt moet voldoen. Dus we hadden een vergadering met zo'n oplichter, we hadden ermee afgesproken. En toen moesten we een paar dingen, wat moest er allemaal... Ja, maar niet te snel, niet te snel. Okay. Want dat gaan we straks bespreken. Eerst even de eerste scène die we laten zien. Ja. De man staat te wachten, ergens in Brussel op een plein. En jullie hebben hem al in de smiezen. De camera staat erop. De heer heet Kaba uit Nigeria, donkere man. En jullie zeggen, verrek, wij staan op het plein in Brugge. Allemaal niet waar, maar om hem maar aan het lijntje te houden. En weer een harde lach in de uitzending. Laten we even kijken. I would suggest you visit Apple iPhones... I am buying apples. Okay, how many apples? The person who is trying to do the payment, he's trying to pay in llamas. I think this deal looks good, jongen. We hebben een deal met een meneer die ons goudstof gaat verkopen. 250 kilo of gold. Mr. Kaba. Wil afspreken met ons. Het is een zeker, hè. Kijk eens. Allee, schuit les, kijk eens. Je hebt gewoon niet op. Oui, monsieur Kaba, je viens justement de téléphoner à Freddy, mais maintenant il me dit qu'il est à la grande place de Bruges. Bah, excusez-moi, parce que mais Bruxelles et Bruges, c'est presque la même chose. Oké, nu gaan we naar de volgende scène. Hij zit inmiddels bij jullie aan tafel. De tussenperiode slaan we over. En dan hebben jullie met elkaar afgesproken, dit mag niet zomaar gaan. Yeah. Er moet een ezel voorbij komen met een dwerg erop. Er moesten vijf elementen... we hadden onszelf als uitdaging gesteld. Vijf elementen moeten in die vergadering voorkomen. Dat was, hij moet zicht hebben op geld. Maar er niet meer weggaan natuurlijk. Er moet politie bij komen. Echte politie of verklede politie maakt eigenlijk niet uit. Er moet een pony in. Er moet een dwerg in. Twee dwergen. Ja, één dwerg. En er moet iets religieus in. En hij moet op het einde weggaan en hij mag niets doorhebben. En ja, toen hebben we een soort hele setup gemaakt, een vergadering met heel veel gekke. Ja, want hij ontspringt de dans eigenlijk op het laatst. Dat is ontzettend knap bedacht. Er is een inval en op een gegeven moment denk je, nou, daar, nu is hij de klos. Integendeel. Maar goed, al die elementen, dat moest allemaal lukken. En die nietsvermoedende meneer Kaba zit daar te wachten op zijn geld. Ja. We gaan kijken. Bonjour, monsieur Kaba. Bonjour, monsieur Kaba. Het is meneer Kaba, waarmee we dus graag deel zouden doen natuurlijk. Dus gewoon eigenlijk... een oplichter die ons geld gaat proberen af te holen. C'est vrai, monsieur Kaba? Nee, het is 3000 euro per voet. Je sais pas si vous avez encore des questions. Non, pas particulièrement. Vous pouvez donner vos papiers, alors. We hebben een paar minuten terug. Qu'est-ce qui s'est passé? Déclencher, pas arriver là. Ja, maar dat gaat toch niet anders. Il y a 3000 euros là-dedans. Fédéral, police, police fédérale. Pas de problème avec vous, monsieur. Sont des escrocs. Grâce à vous, qu'on les a ici pris. Geweldig. Jongens, het seizoen zit erop. België, maar ook een beetje Nederland snakt naar een vervolg. Gaan jullie door?
Goh, er is onderling een soort van stilzwijgende censuur dat we er niet over praten, over het vervolg. Nou, het een nadeel zou kunnen zijn, jullie zijn bekend geworden. Ja, met andere waar. Woorden, als we jullie zien, dan weten we op de hoede. Michael Moore heeft het ooit gedaan. Hij is ooit gewoon bedrijven binnengestapt waar hij niks van wist. En wie deed dat? Michael Moore. Ja, ging bedrijven binnen en ging dan kijken hoe reageren ze. Want ik ben hier, dus nu denken ze dat er van alles fout is. En dan werd er druk getelefoneerd. Dus misschien kunnen we dat doen. Ja. En ook onze man undercover in Libië is door de mand aan het vallen. Dus, Jongens, basta. Kom terug, alsjeblieft. Dank jullie wel.